was niet al te veel te doen. Nou! Dat mag ik nou zeggen. Dat mag ik nou zeggen. Hey, hallo en leuk dat je kijkt naar de derde vlog van Zakenvisite. Vandaag ben ik op camperplaats De Zwaan en zij organiseren nu samen met een hele hoop andere camperplaatsen een weekend. Er zijn een heleboel campers, heel veel campers zijn gekomen en die hebben hier een vergadering van de groep camperplaatsen bij ons. Samen met de familie Fontijn uit Weert hebben we heel veel camperplaatsen vorig jaar uitgenodigd en daar hebben er een aantal van gereageerd en daarna is de groep camperplaatsen bij ons ontstaan. Er zijn nu een paar nieuwe camperplaatsen bijgekomen en er zijn een paar eigenaren die hebben het verkocht. Dus we hebben nu, maken nu nieuwe kaarten die hopen we in maart te kunnen tonen. Dus als u een camper heeft, bezoek ze. Kijk op Facebook, dan kun je ze vinden. En alle camperplaatseigenaren zijn vriendelijk en gastvrij. Heel graag. Dat mensen zich gewoon even voorstellen. Wij hebben de camperplaats Schulzenhoeve en die zijn we begonnen omdat mijn vrouw anders niet al te veel te doen had. Nou! Dat mag ik nou zeggen. Dat mag ik nou zeggen. Camperplaats Waterloo in Friesland. Dit is camperplaats Vechtraam. Wij zijn hier als Jacqueline Bullevoort van het Grootste Broekje. We zijn Paul en Corrie Fontijn uit de camperplaats Weert en wij vinden het gewoon heel leuk om met mensen om te gaan. Dus gezellig. Wij zijn Hans en Jetty Mozes van camperpark Corne. We zijn Jan en Sandra Berke van camperpark Schoppenboer in het mooie Twente. We zijn vorig jaar juli samen in camperplaats Kale Duinen begonnen. Wij zijn André en Rinske, de nieuwe eigenaren van het Tunis in Friesland. Makkelijk, hè? Oh ja, wat een allemaal goedemiddag. We zijn Henk en Ria Boon. Wij komen nu onder en hebben de camperplaats De Bonensteen. Wij zijn van camperplaats in Diepenheim. Wij zijn Karel en Gabrielle van camperplaats Oorschot. Camperplaats Afslag Nagelen in het mooie Noordoostpolder. Nou, wij zijn dan Anneke en Lambert de Zwaan, camperplaats De Zwaan. Hier zie je alle campers van de eigenaren en ik ben Maaike de Zwaan. En wat vind je van het initiatief? Ik vind het supergoed. Ja, want zo kunnen mensen een rondje in Nederland maken, ons mooie land. Jullie zijn allemaal samen bij elkaar voor camperplaatsen bij ons, de groep, de samenwerking. Maar waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is van welke camperplaats ben jij? Camperplaats Ons Plekske in Vianen, bij Kuik. Niet bij Utrecht, bij Kuik. Bij Kuik? Ja. En dat is een mooie locatie. Jazeker, ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Leuk. En waar ben jij van? Van welke camperplaats? Camperplaats Weert. Weert? In het Limburgse land. Mooi. Dat zijn toch altijd hele aardige mensen? Ja, dat zijn wij ook. Ja, hè? Ja. Nou, dank jullie wel. Ja, en heel fijn weekend. Ja, dankjewel. Nou, het is een mooie groep bij elkaar. Ja. Dat is gewoon schitterend, hè? Dat is toch fantastisch? Ja, tuurlijk. En dan prettige samenwerking, goede samenwerking. Wij zijn van camperplaats Oorschot. Oorschot? Ja. En waar zit deze camperplaats? We zitten tussen Eindhoven en Tilburg. En we hebben 60 plaatsen. Wauw. Heel mooi historisch dorp aan het water. Leuk hoor. Heel veel mooie fiets- en wandelroutes. En heel veel gezelligheid. We hebben camperplaats Landlust in Steenderen, vlakbij het pittoreske Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. Aan de IJssel, en daar hebben we
hele mooie fietsroutes tussen twee Hanzesteden, Zutphen en Doesburg. In de mooie Achterhoek. Kemperplaats, het Krumpse hoekje in Millingen aan de Rijn. En dat ligt tussen Kleef en Nijmegen, oudste stad van Nederland, Nijmegen. En bij ons is het veel fietsen, wandelen. Dit het park eromheen ligt zeg maar het Millingenwaard, het grote natuurgebied. Daar zijn we eigenlijk een beetje bekend, de Oeiroute. Mooie locatie. Ja. Ik ben van Kemperpark Schoppenboer in Overdenkel. Dat ligt in Overijssel. We hebben ook vele fiets- en wandelroutes. En we zijn afgelopen jaar nummer 2 van Nederland geworden, verkozen door de Kemperaars. Gefeliciteerd. Daar erg trots op. Ja, dat geloof ik. Ja. Ja, tot de volgende keer. Graag gedaan. We spreken met elkaar. Oh ja, even samen. Ik kom helemaal met die grote kerels. Ja, nee, het is een film, hè? Een vlog. Dit is vlog, hè? Dit is vlog, hè? Kijk wie het allemaal zo mooi doet. Of hebben we uitgezet, hè? De tapper van de vlog. Echt wel. Bedankt voor alles. Ja, graag gedaan. We mailen. Ja, we maken bericht. We maken bericht. Super. Ja. En dan gaan we. Yo, yo. Nou, je spreekt je alle taal. Het wordt donkerder en het wordt later. En straks is het tijd voor een buffet.